Het Royal Beach Concert is dinsdag failliet verklaard. Dat bevestigt de rechtbank in Den Haag. Organisator Bob Reigen noemt de druk van de Consumentenbond een van de redenen van het faillissement. De bond had met tientallen gedupeerden een rechtszaak aangespannen om het ticketgeld terug te krijgen. Deze zaak gaat donderdag nog wel door. De snelwegschutter heeft waarschijnlijk weer toegeslagen in de regio. Gistermiddag sneuvelde op de A4 ter hoogte van Leidschendam de achteruit van een auto. En gisteravond zou op de A20 ter hoogte van Nieuwekerk aan de IJssel een zijruit gesneuveld zijn. De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk geschoten is. De teller zou hiermee op 37 komen. Voetballer John Verhoek wordt vandaag gepresenteerd bij ADO Den Haag. Hij traint voor het eerst mee met de selectie. ADO huurt de 22-jarige aanvaller van het Franse Stade Rennais, waar hij weinig aan spelen toekwam. John Verhoek is de broer van Wesley, die ook bij ADO voetbalt. Wesley Verhoek zag onlangs op het laatste moment af van een transfer naar het Engelse Nottingham Forest.